Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is zondag en ik ga even ondertussen de parasol open doen. We gaan onze planten even verpotten, want onze plant in de living is echt veel te groot geworden voor de pot, dus we hebben die al, ik weet niet als je het ziet, maar ik zal het zelfs te goed laten zien. We hebben die net al in een andere pot gestoken met extra potgrond, dat die beter kan groeien en meer ruimte heeft. En nu gaan we dan een paar andere plantjes doen. Deze verpot in een grotere pot gestoken, want die zat in een heel klein potje. Ik denk dat die nog een grotere moet, maar ja, dat hebben we momenteel niet. En deze komen nieuwe scheuten aan. Ik dacht dat hem dood was, maar let's see. En dan hebben we de munt verpot, want munt groeit zo snel. Basilicum zijn nog in dezelfde, die wil ik ook verpotten, maar ons potgrond is op, dus dat is voor in een week. En dan hebben we deze verpot. Die stond boven op een slaapkamer, maar die was half dood aan het gaan. Dus die hebben ook in een grotere pot gestoken. Stinken. Ach, die handschoenen ga ik mee naar binnen nemen. Amai, het is zo heet weer. En dan hebben we... Wat hebben we nog verpot? Die... Deze. Hebben we ook nog verpot. Die zit nu echt in een heel grote pot voor buiten eigenlijk. Dus ik ga zien als ik daar iets voor vind om daar rond te doen. Maar die is echt groot. Die was altijd heel klein, hè? Nu is hij maar. Die was hier. Very big. Waar? Hier. Oh, oké, okay, amai. Ook veel kleiner. Die had allemaal van deze blaadjes. Ja, amai. En nu heeft hij echt ook gigantische bladeren, hè? Ja. Ja. Uitgezet. Ja, een hele boom geworden. Mijn pannenkoekenplant wil ik ook nog graag verpotten, omdat die is ook echt over de top groot aan het worden. Of in twee delen doen en één stuk in een andere pot. Kan ik ook doen. Ik denk dat ik dat ga doen, niet splitsen. Maar ja, we hebben, zoals ik al zei, geen potgrond meer. Dus dat zal volgende week zijn. Hoe was het, een zak van 10 kilo? 40 liter of wat stond daar? Ja, zoiets was dat. Ja, 10 kilo. Ik denk 10 kilo. Amai, ik zweet. Heb ik niet allemaal druppels? Ja, wel. Ja. Ik weet niet als je dat ziet op de camera. Boven je wenkbrauwen. Een natte wenkie. En mijn blouse. Nou, dat ziet je niet, ook niet. Maar dat is echt kledderennat. Ik ben haar van onder de spraak. Ja? Oh ja, amai. Dus de planter verplant of verpot. Ja, hoe noemt dat? Verplant. En nu zijn Niels en ik op kantoor rekken aan het vastzetten. Nick had er gisteren of eergisteren denk ik al 2 vastgezet. Dus wij gaan er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 doen. Maar het gaat wel heel vlot, hè? Allee, nog geen 10 minuten. Nog, zeker niet. En Niels heeft er al bijna 1 klaar. Dus, toch bijna 10. Ik ga ondertussen al wat pakjes maken die er zijn gekomen. Gisteren, alleen in het weekend en vandaag. Dan heb ik morgen minder werk, nu ik hier toch ben. Dus dat ga ik doen, want Celine heeft een week verlof. Dus ik sta er alleen voor deze week. Maar dan ga ik dat nu al doen. Anders sta ik hier toch maar op Niels zijn vingers te kijken. Alright, we're ready at the office. Hoe laat is het eigenlijk? De klok staat niet juist, weet je dat? 4:05. Oh, we did good. Toch kei snel. Niels heeft de rest van de rekken allemaal bevestigd. Ik heb al pakjes gemaakt en opgeruimd. Het is allemaal een beetje netter nu, maar er moet natuurlijk nog veel gebeuren. Ik heb ook die paspoppen. Ja, we doen dat zelf, hè, Niels. Dat is niet gemakkelijk.
Ik heb ook die paspoppen aangekleed en die paspoppen daar. Dat die toch hier zo niet naakt staan te staan. En now we're off home. Buiten kijkt ziet het er ook al wel een heel stuk ordelijker uit. De paspoppen. En dat lijkt of daar allemaal blaadjes liggen, maar die liggen hier buiten. Dat lijkt wel zo, maar ik denk dat dat morgen op maandag weer gepoetst wordt. Het is wel nog cute met die paspoppen. Zo. Ondertussen heb ik mij fris gewassen, mijn gezicht helemaal gereinigd, as you can see. En nu ga ik een maskertje doen, want het is tenslotte zondag voor mij. Ik ga May Beauty de Incredible Pore Mask doen. Het ziet er zo uit, maar momenteel komt het wel in een tube. Ik heb nog een oudere verpakking, just so you know. Het moet naar het schijnt een heerlijke kleimasker zijn. Ik weet dat Celine het al heeft getest en zij zei mij dat het echt een supergoed masker is. Wat uw poriën zuiver maakt en uw poriën ook verkleint. En ik heb best wel last van grote poriën. Hier heb ik ook wel vlekjes momenteel van de zon. Ik denk gewoon van de droogte en van het zweten en de hitte. Ik weet niet of jullie het goed zien. Maar ik heb best wel grote poriën, last van roodheid momenteel. Dus ik ben zeer benieuwd hoe dit maskertje mij gaat helpen. En zeker ook met dit super warme weer merk ik wel dat mijn huid meer talg produceert. Ik denk dat dat komt door de hitte en door meer te zweten. En daarvoor zou het masker ook echt super goed zijn om overtallig talg weg te halen. Ook op de site van May Beauty, waar ik het heb besteld, staan echt super goede reviews. Dus ik ben echt super benieuwd om het te proberen. Oké, dus dit is het product. Komt in zo'n doosje. Maar zoals ik al zei, nu is dat dus een tubus. Ik heb het gewoon al even geleden besteld. En door de verhuizen en zo heb ik gewoon geen tijd gehad voor maskertjes. En dit is de eerste keer dat ik een maskertje ga doen sinds we hier wonen. Het ziet er zo uit. Het ruikt heel lekker, maar wellness en sauna vind ik. Muntgeur. Ja, heel fris en echt zo wellnessgeur. Het is echt wel een dikker kleiproduct. Ik ga even zo'n spateltje gebruiken, want mijn nagels zijn super lang. Maar je kunt dat gewoon met je vingers doen, geen probleem. Maar ik ga dat even aanbrengen met het spateltje. Het is ook de bedoeling dat je het hele potje opgebruikt eigenlijk op je gezicht. Dus een lekker dik laagje legt. En dan dat we het 15 tot 30 minuten gaan laten intrekken. Het is ook wel een mooie kleur. Muntgroen. En het ruikt echt super fris. Het voelt ook wel heel fris op mijn huid. Zeker met dit weer is dat wel echt welkom, want het is echt wel 30 graden de hele tijd. Alleen meer dan 30 graden geweest. Vandaag was het dus iets koeler, gewoon 30, niet 35. Dus dat is wel fijn. Ik ben in mijn camera aan het kijken om het te smeren, dus I hope I do a good job. Ik kan best altijd oog-area vermijden wel. Zo, mijn potje is leeg. Alles zit op mijn gezicht. En nu ga ik het 15 tot 30 minuten laten intrekken en laten opdrogen. Oké, the time has come to wash my face mask of hè. Het enige wat je zo voelt is zo, ja, dat het droog begint te worden. Een beetje trekken. Je ziet het ook echt wel dat het heel droog is. Oh, dat voelt ook gek. Oh. Het is echt zo gedroogde klei, wauw. Oké, ik ga het afwassen en dan droog maken. En dan ben ik benieuwd naar het resultaat. Oké, het maskertje is eraf. Wat ik direct als eerste opmerk is dat mijn gezicht heel zacht is.
Mijn roodheid is al zo goed als verdwenen. Hier nog één klein plekje. Maar ik had daarnet hier echt zoveel rood en dat is allemaal weg. Ik heb ook helemaal geen droog gevoel. Want bij veel kleimaskertjes heb je wel zo snel een droog gevoel achteraf. En dat heb ik totaal niet met dit maskertje. En ik zie ook wel dat de poriën echt heel proper zijn. Hier heb ik vooral echt grote poriën. Ja, maar ik zie wel echt een verschil. Ik denk zeker als je dit masker... Oei, een beetje nat. Als je dit masker veel gebruikt, dat je het verschil echt nog beter gaat zien. Maar na de allereerste keer vind ik dit gewoon al een heel super goed resultaat. Ah, ik ben blij dat ik eindelijk na zo hard te verhuizen en alles nog eens een maskertje heb gedaan. Mochten jullie dit maskertje nu zelf eens willen testen, dan heb ik heel leuk nieuws. Want ik heb een super toffe kortingscode voor jullie. Poremask Talisa. Ik zal de code hier ook zetten. En onder in de beschrijving vinden jullie het linkje terug. Het exacte linkje van het maskertje. En zal ik de code nog eens zetten. Ik vind het echt de moeite waard. Ik ben sowieso wel fan van My Beauty, want ik heb ook al hun pore strips getest. En het blackhead masker heb ik ook al getest. En daar ben ik ook echt grote fan van. Dus gebruik zeker mijn code, mijn linkje. En dan kunnen jullie zelf testen. Mijn maskertje eraf is, ga ik macaroni maken voor het recept. Ik volg het macaroni met kaas, met ham en kaas recept van dagelijkse kost. Dus het is niet mijn eigen recept, maar daar kunnen jullie het vinden. Deze is met mozzarella on top. En ik heb trouwens grote macaroni's gebruikt. En deze is met kaas en emmentaler, maar wel lactosevrij.